Ecomare heeft er sinds 8 juni een nieuwe tentoonstelling bij. Het Wonderlijk Wad is een belevenis voor alle leeftijden. Je leert er van alles over het wad en de Waddenzee. Want wat gebeurt er als je een soort uit de voedselketen haalt? En wat is een vaste bewoner van het gebied? Dat en nog veel meer kun je nu ontdekken bij Ecomare. Ja, dat is een heel recente nieuwe tentoonstelling bij ons. En die is eigenlijk vanaf afgelopen zondag voor bezoekers geopend. En die gaat over, zoals je hier achter mij ziet, het bord Wonderlijk Wad is de titel. En het is een tentoonstelling wat gaat over werelderfgoed de Waddenzee. Dus het thema is gewoon de Waddenzee en het hele Waddengebied eromheen. Wij focussen ons natuurlijk op de natuur van de Waddenzee. We zijn begonnen met kijken van wat is de basis, waar gaat de Waddenzee over, wat is het eigenlijk voor een gebied. En daar zijn een aantal thema's uit voortgekomen en die worden hier nader belicht. En zoals je binnen gezien hebt zijn dat 6 thema's die uitgediept worden. En het gaat dus niet alleen over hoe mooi het is en hoe prachtig het eruit ziet. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk al een heel, heel groot ding. Maar het gaat natuurlijk over wat leeft er, wat is de biodiversiteit, hoe is het ontstaan van het hele Waddengebied. En wat betekent het voor het leven in de Waddenzee en voor de mensen eromheen. En daar hebben wij een hele mooie tentoonstelling over kunnen maken. Je kan hier alles zien wat er op het wad leeft en hoe het waddenecosysteem ook functioneert. Ze kunnen leren wat je in het wad tegen kan komen, wat de vaste bewoners zijn, welke dieren de vaste gasten zijn en welke je bijna nooit ziet. Maar je kan hier dus ook zien wat voor relaties ze onderling met elkaar hebben. Dat plankton, ondanks dat je het bijna niet kan zien, soms zie je schuim op het strand, wat dan een onderdeel van plankton is geweest. Maar verder heb je een microscoop nodig om dat te kunnen zien. Maar plankton is wel heel erg belangrijk. Zou dat er niet zijn, dan zou het echt een moddervlakte zijn waar bijna geen leven is. En dat kan je hier allemaal leren en zien. Wij willen met deze tentoonstelling echt een beetje in de diepte gaan. Dus dat je dus niet alleen maar kijkt van oh, het is mooi en je hebt eb en vloed en het is prachtig en vliegen vogels en zwemmen vissen. Wat is de meerwaarde van het gebied? Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit onder het water en wat gebeurt daar en wat voor leven is daar? En die hele samenhang willen wij wat meer over laten zien. Want dat is iets wat je als mens met het blote oog niet zo gauw zult merken zelf. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel in die bodem. Dus dat laten wij hier zien. Ook het hele ontstaan van het gebied. Het is niet altijd zo geweest zoals het nu is. Het is natuurlijk in duizenden jaren is het ook heel erg veranderd. Daar kun je allemaal een beetje op inzoomen binnen. Voor deze tentoonstelling koop je gewoon een kaartje voor Ecomare. Dat is in de coronatijd alleen online mogelijk. Mensen moeten even naar de website van Ecomare gaan en daar een online ticket kopen met een tijdslot, want we hebben maar een beperkt aantal mensen wat we binnen mogen laten. En dan kun je vrij de tentoonstelling in en je mag zo lang blijven als je wilt.